Ik hoor net een enorme klacht hier van mijn marktvriendin. Die kan niet kakken. Ja, ze kent het wel, maar ze weet niet waar. Want hier staan twee hele vieze dicties. En dan is er een openbaar toilet en dan gaan de zwervers in. Dan gaat mijn vriendin toch niet meer lopen kakken. Daarom. Nella staat al bijna haar hele leven op de markt. En daarmee heeft ze een heleboel gezien en meegemaakt. Dat ze tegenwoordig op een emmertje in haar bus naar het toilet gaat, is een nieuw dieptepunt. Wij zijn hier 's morgens om 4 uur al aan de markt. En als je dan de grote behoefte moet doen, heb je een probleem. Dan heb ik dus een emmer in mijn bus staan. Daar gaat dus een speciaal tasje in. En dan wordt dat dus weggegooid in de prullenbak. Ze is trouwens niet de enige, want een heleboel mensen op de markt doen sinds de corona-uitbraak de behoefte in hun eigen bus. Ja, we moeten wel. Ja, het is niet anders. En dat is voor de jongens niet erg, die kennen we buiten. Dus ik heb speciaal voor de dames, als het niet anders kan, een pottypop bij. In de hoogste uitzondering. Er zijn natuurlijk wel toiletmogelijkheden. Maar te weinig en schoon zijn ze al helemaal niet. Nou, dan moet je echt doorlopen. Dan hoef je niet meer, toch? En nu je ziet het aan de bril. Dankjewel, zeg ik dan. Sinds de horeca dicht is, kunnen zowel kooplieden als bezoekers van de markt enkel gebruik maken van deze nog openbare toiletten. Als ze open zijn tenminste. Oh, hey! Hij is echt geweldig! Maar het probleem is gewoon, we zijn met zoveel mensen en er staat nergens een degelijk toilet. Zowel niet voor de bezoekers als niet voor de kooplui. In winkelcentrum Keizerswaard is de nood ook hoog. Hier hebben ondernemers die nog open zijn last van toilettoerisme. Nou, voor de corona was er eigenlijk meer mogelijkheden, want dan kon je bij de HEMA naar het toilet en bij de bakken kon je naar het toilet. Nou, hier gingen dan ook wel eens naar het toilet. En met de corona is eigenlijk alleen nog maar hier. Op een drukste dag? Op een drukste dag? Ja, ik denk dat er toch wel een stuk of 7, 8 wel komen vragen. Ja. Ja, we moeten natuurlijk iedereen registreren, dus we kunnen ook niet iedereen toelaten. Daar gaat ook voor ons veel tijd in zitten, dus we hebben echt wel problemen. En wat doet u nu zelf als u naar het toilet gaat? Ja, ik woon hier in de flat. Dat is lekker makkelijk. Ja. Ik ga gewoon even naar de overkant. Oké, okay, bedankt hè. Ja, maar normaal gesproken met een marathon of als het Eurovisie Songfestival volgend jaar mocht houden, wil je niet weten hoeveel toiletruimtes er zijn. Met de huldiging van Feyenoord, wat een spektakel was, waren hele mooie schone toiletten. En voor een leuk bedrag mogelijk voor de mensen om te bezoeken. En je kent niks. Goedemorgen. Ik heb gisteren nog iemand van de gemeente aan de telefoon gehad. En die zei dat ze ermee bezig zijn met toiletvoorzieningen hier op de markt. Dus hoe dat we dat gaan doen, weet ik nog niet. Maar ze zijn er in ieder geval al mee bezig. Dus niet alleen maar negatief. Ze luisteren toch nog wel. Het heeft wel lang geduurd. Ja, het heeft echt. We zijn er al zeker 3 maanden mee bezig. Ik ga zelf in het café, maar dan moet ik wel dure dingen kopen eerst. Ik wou net zeggen. Ja. En die zijn dicht op het moment. Nou, hier op de Botersloot. Nee, maar dan mag ik geloof ik ook maar niet naar de wc, dus ik ga altijd thuis. Maar ik sta niet de hele dag op de markt. Ik kom alleen even een bloemetje kopen.